Goeiedag, mijn naam is Erik van der Velde van de Filmmakelaar en leuk dat u kijkt. Vandaag zijn we hier te gast bij MKB Rotterdam Rijnmond in het Kasteel, in het Sparta Stadion. Het Ledenfestival is vandaag gaande, ik ga met ondernemers in gesprek en ik ga kijken welke activiteiten er hier zo op plaatsvinden. Gaat u met me mee? Kan je mij even vertellen hoe dat je heet en wat jouw functie is binnen MKB Rotterdam Rijnmond? Nou, mijn naam is Pieter van Klaveren. Ik ben voorzitter MKB Rotterdam Rijnmond. En ik zit sinds 2010 zit ik al in het algemeen bestuur. Dus ik loop al een tijdje mee. Nou zijn we hier bij de leden, het ledenfestival van MKB Rotterdam Rijnmond. Van waar dit initiatief? Ja, we organiseren heel veel. We organiseren veel evenementen en daar zie je dat mensen over het algemeen bij elkaar komen en dat doen we dan met een kennissessie of een borrel. En wat wilden we eigenlijk nu bereiken is die interactie tussen partners aan de ene kant en leden aan de andere kant. En proberen het clubgevoel met elkaar te verhogen. Dames en heren, netwerker van het jaar 2018 is geworden Victor Benjamins. Van harte gefeliciteerd, netwerker van het jaar. Wat doet dat met jou als persoon? Nou, eigenlijk zou ik er een beetje emotioneel van kunnen worden. Want dit is een waardering die ik van de leden van het MKB heb gekregen. Voor de inzet die we met z'n allen hebben gedaan. En uiteindelijk ben ik gekozen tot netwerker van het jaar. En ik ben daar heel erg blij mee. Mag ik zeggen dat het een beetje een gevoel van trots geeft? Zeker. Kijk, de zakenwereld is hard. Maar dit is het gevoelige dat mensen zeggen van, jij bent het. Kan je me vertellen hoe je heet? Vincent Vermeer van de firma DocBite. Nou heb ik net begrepen dat jij ook genomineerd was, hè? Ja, blijkt. Tof. Een mooi compliment kan je denk ik niet krijgen. Ik heb te weinig smeergeld betaald, denk ik toch. Oh, is dat het? Ik had wel meer moeten betalen links en rechts. Volgende keer beter. Oké. Waarom ben jij ambassadeur geworden? Ambassadeurschap voegt naar mijn mening enorm veel toe binnen het groeiende MKB-netwerk. MKB wordt steeds groter, waardoor het ook wat ondoorzichtiger wordt en mensen een beetje zoekende zijn. Ideaal moment voor mij om vanuit mijn natuur het netwerken nog meer te profileren binnen een selectere groep. Ik denk dat het belangrijk is om nog meer het gezicht te geven aan de MKB. En ja, ik vind het super tof om nieuwe mensen te leren kennen. En hoe mooi is dat in dat kleine clubverband binnen het ambassadeurschap. Kan je me even vertellen hoe dat je heet en wat je in het dagelijks leven doet? Ik ben Evita Amstelveen en ik heb het bedrijf HR Minded. Ik ben ondernemer en ik ondersteun MKB-bedrijven als HR-professional. Nou heb ik me laten vertellen dat het een terugkerend evenement is. Dit was de eerste. Juich je dat toe? Zeker weten, want op deze manier kun je ook de ondernemers onderling verbinden. En je maakt de stap om met elkaar zaken te doen ook wat kleiner. Nou, er zijn natuurlijk heel veel activiteiten hier vandaag bij het Ledenfestival. En één daarvan is bijvoorbeeld printjepannenkoek.nl. Dus ik vroeg me af hoe de Erasmusbrug zou smaken. Heb je die toevallig? Ja. Wat was uw bijdrage vandaag hier? Ik heb geconsumeerd. Ik ben bij workshops geweest en ik heb ontzettend veel mensen ontmoet. Nou hoor ik wel eens als ik ondernemers spreek dat ze dan praten over ja, het is zo groots opgezet en heel veel mensen enzovoort enzovoort. Maar wat zou dan toch een reden kunnen zijn om lid te worden van deze fantastische club? Er zijn ook bijeenkomsten met 20, 30, 40 man, dus heel overzichtelijk. Dus je kunt het, als je niet happy voelt in een grote groep, nou, dan ga je naar een kleinere bijeenkomst. Nou dames en heren, hartstikke bedankt dat u gekeken heeft. Mijn naam is Erik van der Velde van de Filmmakelaar. Het MKB Rotterdam Rijnmond Ledenfestival loopt langzaam om zijn eind. We nemen nog even een drankje, nog even netwerken. Maar de volgende keer zijn we weer van de partij. Dus wellicht hoop ik u daar te treffen.